Ik ben Louis, ik ben de commercieel directeur van onze mini-onderneming Minilagro. Wij willen met onze mini een succesvolle werking en een kwalitatieve service bieden. En daarnaast willen onze klanten ook gewoon een onvergetelijke ervaring meegeven. En dit alles gaan we proberen te doen met veel enthousiasme, omdat we natuurlijk ook uit willen leren. Onze droom is eigenlijk om een succesvolle onderneming tot stand te brengen. En we zijn vooral gericht op het behalen van voldoende rendement, zodat jullie als klanten tevreden zijn. En het spreekt voor zich dat we voor een productief en leerrijk jaar gaan met hopelijk een positief einde. De activiteiten we hebben eigenlijk begonnen. We zijn begonnen op 13 oktober met een car wash. En dat was eigenlijk echt wel succesvol. We hebben redelijk veel volk over de vloer gekregen. Dus dat was echt wel, we kunnen er echt wel positief op terugblikken. En dan het vervolg. Wel op 9 februari hebben we al een nieuwe activiteit. Daar hebben we de nocturne. En dat is eigenlijk een soort wandeling met lichtjes en zo en proevertjes onderweg. Dus dat wordt echt wel heel tof. Ook het is zo 's avonds door Veurne. Dus dat wordt echt wel sfeervol. En tot slot hebben we dan 20 april hebben we nog een activiteit. Hebben we eigenlijk een citytrip naar Amsterdam. En de mensen kunnen daar eigenlijk vrij kiezen. Dus we gaan sowieso een ontbijt aanbieden op de bus. En dan in de voormiddag kunnen ze kiezen, oftewel volgens ons geleid programma, dus dat is dan een museum of zo. Oftewel zijn ze vrij in de voormiddag en in de namiddag is iedereen sowieso vrij. Dus het wordt echt wel een leuke dag. En tot slot gaan we ook nog hier iets ter plaatse in school doen. Dat is eigenlijk een jaarboek met een beetje een soort overzicht van alle collegejaren. De afgelopen 6 jaar hier, dat we in één boek gaan bundelen. En dan hebben we ook nog de truien natuurlijk die we gaan maken voor de zesdejaars hier in het college van Veurne. Dus dat is echt wel, wordt echt wel tof dit jaar.